Martijn Barto, een teleurstellende avond. Ja, dat klopt. We waren niet in staat om de hechte defensie die ze neer hadden gezet kapot te spelen. En we krijgen er zelf 2 tegen, dus dat is teleurstellend. Ja, ze kwamen hier duidelijk voor een punt. Vorig jaar konden jullie dat makkelijk kapot spelen, dat is dit jaar moeilijker. Nou ja, de play-offs is ook anders gebleken, maar laten we het houden gewoon bij deze wedstrijd. Nogmaals, we kregen het niet voor elkaar inderdaad. We hebben het een andere keer geprobeerd via de zijkanten. Laten we het ophouden dat we uiteindelijk niet gevaarlijk konden worden voor de goal. Dat is jammer. Waar gaat het dan uiteindelijk mis? Ja, ik denk dat de eindpas vaak onzorgvuldig is. En tegelijkertijd is dat een verdienste van MVV. Omdat ze compact speelden, dicht bij elkaar, de ruimtes waren klein. Dus moeten wij beter zijn aan de bal, creatiever, betere aannames, betere passing. En dan lukt het je om zo'n ploeg kapot te spelen. En helaas lukte dat vandaag niet. In het eerste helft kreeg je 2 aardige kansen. Die ene schoot je over. Bij die tweede, wat gebeurt daar precies? De bal tegen de paal, geloof ik? Ja, de bal vanaf de zijkant, vrije trap. En die wordt verlengd of doorgekopt door een tegenstander, geloof ik. En ik belandde bij de tweede paal. Ik kon er nog net bij. Maar ja, ik moest hem bijna vanaf de achterlijn terughalen. Dus wat ik zeg, op de paal. Ja, 200ste wedstrijd, maar ja, die eindigt wel in mineur. Ja, dat is, hoe raar het ook klinkt, op dit moment niet zoveel waard. Hè? Natuurlijk is het een mooie statistiek en ben ik ondanks het verlies ontzettend trots dat ik zoveel wedstrijden heb mogen spelen bij deze prachtige club. Maar vandaag overheerst teleurstelling.